This clip is from the film Michael de Ruyter, also known as Admiral, set in the Netherlands during the 1600s, during the Dutch Golden Age. There's a lot more information about the movie and about the historical context in the video description below, so if you're interested, have a look at that. It's a speech by Johan de Witt in the Dutch Parliament, and he is listing what it is that makes the Netherlands, in his opinion, what it is that makes the Netherlands so great. And he lists, I think you can break down a speech into 12 parts. I think what's interesting is, now this is a fictitious speech, it's not a historical speech. I still think it's relevant because the qualities that he's describing in the Netherlands in the 1600s, almost 400 years ago, I think these qualities are equally as valid today when we discuss what it is that makes a successful nation. What are the qualities and the aspects that a successful nation needs today? So he's talking about specific qualities of the Netherlands at the time. What I do is I interpret this in a more abstract, general sense, and I put an annotation in the top left hand corner about how these can be interpreted in a more general sense and applied to today. So as I say in the title of the video, I think this can be interpreted more or less as a 12-point blueprint for a successful nation, and I believe it's equally as valid to today's countries as it was back then. So these qualities are freedom of speech, trade and commerce, cooperation, capitalism, republican form of government, personal liberty, freedom of religion, constitutional limits on power, shared values, shared national identity, work ethic and self-reliance, and a people prepared to defend their freedom. So take a look at the clip and let me know in the comments below if you agree. Mijn vader werd ooit gevangen gezet op slot Loevestein omdat hij het niet eens kon worden met de prinsgezinden. Zo heb ik ervaren hoe het is om te leven in een land waarin men niet mag denken wat men wil. Is dat een land waarin u wilt leven? Ik niet. En ik denk u ook niet. Dus laat mij u een vraag stellen. We leven in een land van kooplui. We varen met een vloot van 20.000 schepen over de Wereldzee om overal zaken te kunnen doen. En in de handel werken we als Nederlanders allemaal samen. Om een goede prijs te bedingen, om elkaar te helpen in nood. En wat denkt u? Heeft dat gewerkt of niet? Ja. Ik zie dat sommige afgevaardigden nauwelijks meer in de bankjes passen. En dan vraag ik u. Als u in de Oost of in de West zaken doet, doet u dat dan als prinsgezinde of als staatsgezinde? Nee. En waarom denkt u dat de Engelsen onze aanvoerroutes blokkeren? En onze handel proberen stil te leggen. Is dat omdat u prinsgezind bent of staatsgezind bent? Nee. De Engelsen willen oorlog met ons voeren omdat wij Nederlanders zijn. Vrije Nederlanders. Want in de ogen van de grote koninkrijk is ons kleine landje te rijk, te succesvol en te vrij. Want we zijn ook nog eens een republiek. Waarin het in ieder vrij staat om te leven zoals men wil. Het is een land waar we zelf uitmaken hoe we God aanbidden. Waar geen enkele leider belangrijker is dan het land zelf. De Engelsen gunnen ons die vrijheid niet. Ze worden bang van die vrijheid. Omdat wij bereid zijn te sterven voor die vrijheid. Dat is het. Omdat we die vrijheid met ons eigen bloed hebben betaald. Daarom, en ik vraag het u. Heeft niet ieder van u een familielid verloren tegen de Spanjaarden of de Engelsen? En was dat staatsgezind bloed of prinsgezind bloed? Nee, dat was Nederlands bloed. Het was ons bloed. Dit is ons land. Het is een land dat we zelf op het water hebben veroverd. Een land waar we ons geluk zelf verdienen. Door de handen uit de mouwen te steken. In de dorpen, in de steden, in de havens, op het land. Ook willen vechten voor die van een ander.
Dat is de band die de zeven pijlen in de klauw van de Nederlandse leeuw samenhoudt, mijn heren. Dat is de band! Uw vrijheid is mijn vrijheid. Een vrijheid die tot mijn laatste adem zal verdedigen. Mijn vader werd ooit gevangen gezet op slot Loevestein, omdat hij het niet eens kon worden met de prinsgezinden. Zo heb ik ervaren hoe het is om te leven in een land waarin men niet mag denken wat men wil. Is dat een land waarin u wilt leven? Ik niet. En ik denk u ook niet. Dus laat mij u een vraag stellen. We leven in een land van kooplui. We varen met een vloot van 20.000 schepen over de Wereldzee om overal zaken te kunnen doen. En in de handel werken we als Nederlanders allemaal samen. Om een goede prijs te bedingen, om elkaar te helpen in nood. Wat denkt u? Heeft dat gewerkt of niet? Ja. Ik zie dat sommige afgevaardigden nauwelijks meer in de bankjes passen. En dan vraag ik u, als u in de Oost of in de West zaken doet, doet u dat dan als prinsgezinde of als staatsgezinde? Nee. En waarom denkt u dat de Engelsen onze aanvoerroutes blokkeren? En onze handel proberen stil te leggen? Is dat omdat u prinsgezind bent of staatsgezind bent? Nee. De Engelsen willen oorlog met ons voeren omdat wij Nederlanders zijn. Vrije Nederlanders. Want in de ogen van de grote koninkrijk is ons kleine landje te rijk, te succesvol en te vrij. Want we zijn ook nog eens een republiek. Waarin het een ieder vrij staat om te leven zoals men wil. Een land waar we zelf uitmaken hoe we God aanbidden. Een enkele leider belangrijker is dan het land zelf. De Engelsen gunnen ons die vrijheid niet. Ze worden bang van die vrijheid. Omdat wij bereid zijn te sterven voor die vrijheid. Dat is het. Omdat we die vrijheid met ons eigen bloed hebben betaald. Daarom. Ik vraag het u. Heeft niet ieder van u een familielid verloren tegen de Spanjaarden of de Engelsen? En was dat staatsgezind bloed of prinsgezind bloed? Nee. Dat was Nederlands bloed. Dat is ons bloed. Dit is ons land. Het is een land dat we zelf op het water hebben veroverd. Een land waar we ons geluk zelf verdienen. Door de handen uit de mouwen te steken. In de dorpen, in de steden. In de havens, op het land. Ook willen vechten voor die van een ander. Dat is de band die de zeven pijlen in de klauw van de Nederlandse leeuw samenhoudt, mijn heren. Dat is de band! Uw vrijheid is mijn vrijheid. Een vrijheid die tot mijn laatste adem zal verdedigen.